Dat er meer dan 60 jaar tussen zit. De linker is het origineel van Karel Appel, die hij in 1949 heeft geschilderd. Wat ernaast hangt, is eigenlijk maar een paar weken oud en is gemaakt in het kader van een tv-programma van Avrotros. Dat heet Het Geheim van de Meester. Het idee daarachter is dat Nederlandse meesterwerken eigenlijk helemaal worden ontleed, helemaal bekeken worden door een team specialisten en dan is er één kunstenares die het dan helemaal perfect probeert na te maken. Ze hebben het gescand. Dit schilderij van ons heeft 20 uur lang 's nachts onder een scanner gelegen. En op basis van die scanner hebben ze gekeken hoe het opgebouwd is in lagen. En zo hebben ze het laag voor laag helemaal nageschilderd. En daarna is het ook geprobeerd te verouderen, zodat je zo min mogelijk verschil ziet. Er is eigenlijk duidelijk geworden dat er nog een schilderij voor een groot deel onder zit. Dus door het te scannen kun je precies zien dat er andere figuurtjes onder zaten en die hij later heeft overschilderd. Wij zijn het enige museum die het eigenlijk voor elkaar heeft gekregen, of die bereid is, zo zou je het ook kunnen zeggen, het naast elkaar te tonen. De andere musea, zoals het Rijksmuseum, Stedelijk en Mauritshuis, die hangen het niet naast elkaar. Dus dat is vrij uniek. Nee, we krijgen het helaas niet. Het is een kopie die aan ons uitgeleend is voor een week. We mogen het een week tonen en dan gaat het weer terug naar de productie. Het is natuurlijk heel leuk dat dit werk wat hier in Dordrecht hangt, genoemd wordt in een rijtje met een zelfportret van Rembrandt, Victor Boogie Boogie en het meisje met de parel. Dus dat is natuurlijk ontzettend mooi. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als dit het iconische schilderij van Karel Appel gaat worden. Maar daar zullen we even af moeten wachten.